Bij het bedrijf Quirijnen in Oostmalle staan honderden bromfietsen. In beslag genomen door de politie, wegens opgefokt. Dat wil zeggen, ze rijden sneller dan de toegelaten 45 km per uur. De teller gaat officieel tot 99, maar hij draait door tot bijna 140 km per uur. 160 is geen uitzondering. Hè? Nee. Paul Quirijnen toont enkele brommers zoals ze bij hem toekomen. We hebben hier dus nog een technisch wonder gevonden. Was hem op de openbare weg komen. Deze zal hem al ervoor in moeten zijn. Zelfs niet aangesloten. Deze is het voorlicht. Hè. Zien en gezien worden. Deze zal achterin moeten zijn. Die functioneert ook niet. Achterlicht, idem dito. En dat is het zadel, hè. Dat is toch ook rond de 80 per uur. Ja. Hoe remmen zij dan? Met hun voeten. Met hun voeten. En de spijtige gevallen natuurlijk. De zwaar gewonden. De ongevallen zelf. Hè. Dat is dat dagelijks toch ook gebeurt. Zeker in de zomermaanden. Dan is het leed natuurlijk heel groot. Hè. Dus zwaar gewonden of dodelijk ongevallen. Dat is de keerzijde van snelle rijden. De financiële kant van de zaak wordt ook dikwijls vergeten door de jeugd. Hè. Dus van het moment dat zij een bromfiets hebben die een harder gaat dan 45 per uur, dan zijn zij per definitie niet meer verzekerd. Dus ik ben volledig aan het remmen, zowel met de achterleg als de voorrem. Dus je ziet het resultaat. Hè. Dus met de twee remmen ingedrukt. Naar schatting meer dan de helft van de bromfietsen in ons land is opgedreven. Voor jongeren is 45 per uur gewoon te traag. Voor Richard bijvoorbeeld. Nu rijdt hij 60 normaal gezien. Het is eigenlijk gaasgaaf. En die ging niet heel wijd open. Dus ik heb die weier laten opengaan. En dus dat was eigenlijk het verschil van 45-60. Ik was zelf vroeger ook crosser en... Er zijn ook wel technieken die ik hem al bijgebracht heb, gelijk eens die opvoeren van zo'n motors en zo, hoe dat je dat best doet. Papa, hoe moet ik een cilinder opzetten, hoe moet ik een nieuw piston steken, hoe moet ik de nieuwe veren erin steken. Hè? Maar laten we dat nog een beetje achterwege houden, want ik zou niet willen dat je met dat ding 100 rijdt en dat er iets gebeurt. Hoe oud is hij nu? Hij is kan 16 jaar, hij is al naar zijn rijbewijs gaan en dan... Dan kan hij gewoon rijden. Hè. Ook Bjorn heeft al flink gesleuteld aan zijn scooter. Normaal gezien is dat 50cc. Kan ik daar 70cc op gestoken van Pauline. De vaio is veranderd. De cilinder, de piston en de cement. En de kuikas. Nu rijdt nog ongeveer 1000. Normaal zien we dat niet meer op de banen, maar ik doe het wel, dus ja. Eigenlijk is een bromfiets opdrijven kinderspel. Johan heeft een winkel van bromfietsen. Hij toont hoe je op amper een half uurtje je bromfiets dubbel zo snel kan laten rijden. In het Vario-systeem, de versnellingsbak zeg maar, zit een ringetje dat de snelheid begrenst. Als je dat eruit haalt, gaat je bromfiets al een pak sneller. Dit ringetje, niet meer dan dat. Als deze bromfiets bijvoorbeeld 45, exact 45 zou doen, met die ring vrijstellen, moet het toch tellen van de 60 naar de 65. En als je dan nog een buisje dat aan de uitlaat vastzit verwijdert, gaat die nog sneller. Eigenlijk dit gedeelte, gewoonweg doorzagen en eigenlijk het gat dichtmaken. Het is lastig gewoonweg. Komt er meestal, er zijn heel veel jongens die hem eigenlijk hier afzagen. Je kunt het eigenlijk een beetje bijna zien of dat het bij dealers gebeurd is of eventueel zelf. Ze zagen hem hier af en ze nijpen hem in de tang plat. En wat is het effect daarvan? Juist toerentalverhoging, ja. Dus ik... Eigenlijk in kilometer per uur, als we het zo moeten uitdrukken. Maar misschien 10 kilometer per uur, ja. En nog sneller kan als je cilinder, carburator of uitlaat vervangt.
Krijgen jullie dikwijls de vraag van jongeren om hun brommer sneller te doen rijden? Dat is bijna dadelijk. Als ik mijn e-mail open doe, dan ik heb dat al weer nog één uitgeprut. Dan moeten we niet verliegen eigenlijk. Dat is eigenlijk hier bijna dagelijkse kost. Ja. Wij proberen lang de boot af te houden, maar we moeten allemaal leven. Van het moment als wij het niet doen, dan lopen ze bij de collega binnen. Ja. En dan wordt het toch gewoon gesleuteld eigenlijk. Ja. Dus dan ben ik eigenlijk, ook ten opzichte van de ouders, als er hier een nieuwe bromfiets gekocht wordt, mag niet opgevoerd worden, doen wij niet. Maar als ze effectief aandringen en er wordt voor betaald, ben niet dom. Maar de politie waakt natuurlijk. De politie van Geel bijvoorbeeld doet regelmatig controles. Klasse A, hè? Een bromfiets klasse A mag maximum 25 km per uur. Trekken we daar een 8 km per uur tolerantie af. Dus uw voertuig rijdt 55. Dus dat is nog te snel voor een brandfietsklasse A. Dus wat houdt dat in? Dat wij het voertuig onmiddellijk moeten in beslag nemen. Mijn brandfiets gaat te hard. Ja. Wist je dat? Ja, dat wist ik. Ja. En hoe komt dat? Ja, een andere pijp opgestoken en hij gaat te hard. Ja. Belangrijk voor jou, die brommer? Ja, heel belangrijk. Ik ben er elke dag mee naar het werk. Ik heb eigenlijk geen voertuig, dus... We zijn er wel aan gedaan, hè. Dat is waar. Het is mijn verjaardag vandaag. Het is goed begonnen. Dat liggen, dan moet jij er mij mee op de baan rijden. Die kilometriek komt niet boven de 65. Ja, dat is uw kilometriek niet hard, hè? Die is niet gehackt, hè? Ja, ik heb die brommer 2 weken geleden gekocht, dus... En heb je zo gekocht? Ja, ik heb die zo gekocht. 107. Hey, dat vind ik echt niet grappig, zeg maar. Tolerantie 99 per uur. Effectieve snelheid. Ja. En die moest, nog een van de dagen binnen gedaan worden om terug af te stellen dan. Ja, dat had je een beetje eerder aan moeten denken, hè? Ja, maar meneer, recht. Ja, maar ja. Nu wordt hij onmiddellijk in beslag genomen. Onmiddellijk in beslag genomen. De kosten van een inbeslagname lopen snel op. Boete, sleepkosten, stallingskosten, demontage en herstelling. Alles samen gaat het gauw over 1000 tot 1500 euro. Het komt er dus op aan je niet te laten pakken. En daar zijn jongeren heel creatief in. Freddy Zutterman, gerechtelijk expert, kent de trucjes ondertussen. Wat had die jongen hier geïnstalleerd? Gewoon een simpele kraan, waarmee dat hij dus onmiddellijk kon de snelheid reduceren van 75 per uur naar 45 per uur. Dit zat mooi verborgen achter een zijblek van zijn bromfiets, dus je kon het niet zien. Hij had de sleutel bij aan zijn sleutelbos, aan zijn sleutelhanger die daar precies op paste om dat dus dicht te draaien. Het tweede toestel, iets gesofisticeerder met afstandsbediening. Dus men moet geen schakelaars meer gebruiken verborgen op de bromfiets. Men kan gewoon van op afstand zelfs. Politie komt ter plaatse, ga ik hier uw brommer op de rollen zetten. Dat zit in de broekzak of dat hangt gewoon aan de sleutelbos van de bestuurder. Die duwt daarop 45 per uur. Maar zodra dat de politie weg is, 95 per uur. Wat dat wij ook zien, dat zijn de meest recente nu. Dat is al heel wat kleiner, dus heel wat makkelijker ook om te verbergen in een bromfiets. Hoe werken die? Dat is met een soort morsecode. Men stelt die in, bijvoorbeeld 2 maal links, 1 maal rechts blijven trekken. We rijden 25, de politie is weg, 2 maal rechts, 1 maal links bijvoorbeeld, we rijden terug 85, 90 of in feite de snelheid die we kunnen halen zonder het afstandssysteem. De allerlaatste trend die zich zo voordoet, dat is met de gsm gewoon. Dus men stuurt een sms'je als een bromfiets en kan harder rijden. Dat zijn zaken die ze dus zelf in één knutselen, maar die dus... toch tegenwoordig meer begint gewoon tegen te komen. En dan zeggen ze, ja, hoe kan dat nu? We vinden dus nergens niks om dat op en af te zetten. We vinden hier wel een hoop elektronische spullen in die er niet in thuis horen, maar we kunnen dat niet echt op of afzetten. Ja, omdat je dus die nummer moet hebben. Hè. De gsm-nummer hebben van die bromfiets.
Maar eigenlijk geeft de politie toe dat vele bromfietsen gemaakt zijn om sneller te rijden dan 45. Die bromfietsen zijn gemaakt, mag je van mij aannemen, voor 75-80 km per uur. Men gaat aan alle kanten gaan begrenzen, gaan versmoren, gaan dichtknijpen om die naar 25 per uur te krijgen. Met als gevolg, die bromfiets die trekt totaal niet op. Als je de baan moet oversteken, dan moet je in principe ernaast gaan staan en ermee met je hand de baan overlopen. Want die bromfietsen die zijn niet gemaakt om 25 per uur te rijden. Dus eigenlijk met die brommertjes kan je 65, 70 rijden op een veilige manier? Op een veilige manier, zeker en vast. Met de nodige scholing natuurlijk, want daar wringt ook het schoentje. Iemand die de moeite doet om zijn rijbewijs B te halen, die krijgt een theoretische opleiding. Die gaat ook in de praktijk een opleiding gaan volgen. En die is in feite klaar om in het verkeer te komen. Laat de jongeren vanaf 16 jaar, vergeet die problematiek van bromfietsen. Geef ze een 125 cc, laat ze hun rijbewijs behalen, laat ze goed verzekerd zijn en laat ze de baan op. Dan moeten ze niet aan 45 per uur gaan rijden, dan hebben ze ook een nummerplaat. Rijden ze dan 100, waar ze maar 50 mogen en ze worden geflitst, dan is dat voor hen veel rechtvaardiger of nu. Dat zou volgens mij een veel betere oplossing zijn.